We beginnen deze ochtend met lekker thee, sojamelk en agave siroop. En Zeno, goedemorgen Zeno. Ja, we filmen vandaag wat ik op een dag eet. Ja. Hoi, een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik wat ik op een dag eet vlogstyle uit mijn eigen voedingsschema. Dus ik ga jullie een dagje laten zien hoe die er dan uitziet. Ik zit nog in de afvalprocedure, maar hierna ga ik over naar meer calorieën eten. En ook zorgen dat mijn booty gaat groeien, dus dan moet ik sowieso meer gaan eten. Vanochtend al thee op, zoals jullie zagen, met sojamelk en agave siroop. En nu ga ik, weet ik nog niet eigenlijk welke dag ik uitpik. Ik ga eerst even kijken welke dag ik uitpik, dat ga ik doen. Oké, ik heb deze dag uitgekozen. Omdat ik het allemaal een keer gedaan heb, zoek ik nu gewoon random weken eruit. Maar ik heb dus volkoren crackers en wat heb ik nog meer? Kaas en 2 eieren. Dus dat ga ik nu eten. En in plaats van de volkoren crackers doe ik nu de Wasa lichtgewicht. Want die vind ik wel echt super lekker. En omdat ik vandaag ook niet sport, dacht ik ga lekker uitgebreid ontbijten. De jongens zijn ook naar school. Nick is sporten. Dus ik dacht ik ga lekker relax chillen van mijn crackers. Ik heb er 4 met kaas. En met ei. Ik ben helemaal goed in mijn hoofd. Heel lang gewacht met eten, omdat ik eerst mijn haar weer wilde doen en zo. Dus ja, dan krijg je honger van, hè. Het is nu ook 9:30 en ik ga nu pas beginnen met ontbijten. Dit zijn trouwens die lichtgewichten. Ze doen het goed tussen. En ze vullen ook goed tussen. I'm happy. Hey, precies 4. En als je nou vegan bent, dan kan je ook gewoon die kikkererwten spread. Die heb ik wel eens in een wat ik op een dag video gefilmd. Ik zal hem even anders hier of daar linken. Dat receptje. En dan kan je dat erop doen. Dat is ook echt lekker. En er zit ook heel veel eiwitten in. Weet je hoe je trouwens makkelijk dat schilletje eraf krijgt? Als je zeg maar hier zo'n inkeping in maakt en dan in koud water zet. Dan gaan ze er dus heel makkelijk af. Dan zit je niet zo te piemelen. Omdat ik altijd hele verse eieren gebruik, dan heb ik altijd een halve ei over. Omdat de rest zit allemaal nog in het schil. Dus dat is echt heel irritant. En hoe verser je ei, hoe sneller dat gebeurt. Maar ik heb gemerkt, als ik dus zo'n inkeping erin maak, dan zijn ze goed om te bellen. Tip van de dag. What? Het ziet er niet heel erg charming uit, maar dit is dus mijn ontbijt. Volgens mij had ik net gezegd 1 plakje kaas, maar ik bedoelde 2. Anders blijven 2 crackers kaal. Ik heb hier 2 plakjes kaas, 4 crackers en 2 eieren. En ik heb alleen op mijn ei peper gedaan. Geen zout, omdat de kaas al zout is. En extra zout hou ik niet van. En natuurlijk weer, of course, mijn water. En ik heb al een heel klein beetje gedronken voor vandaag. Echt een mini beetje. Helemaal niet veel. Maar ja, deze komt wel op. Even relaxed ontbijten. Totdat Nick thuis is, want dan moeten we naar de praxis. Want mijn lamp boven in de badkamer is stuk. En ik douche al zo'n 2 dagen in het donker. Is ook geen feest, dus... En ik kan me ook niet meer goed opmaken, dus why? Dat is omdat mijn douchelamp het niet meer doet. En natuurlijk kan ik dan wel op een andere kamer opmaken waar wel licht is. Maar daar ben ik dan weer te lazy voor, dus dan doe ik dat liever niet. Ja, ik ga het weer door. Ik ga nu even eten voordat mijn ei koud wordt. Hier zijn mijn voedingswaarden. Dus ik heb hier nu... Mijn ontbijt is best wel zwaar voor vandaag. Maar omdat ik ook later ontbijt, vind ik dat helemaal niet erg. En ik heb de crackers, er zitten heel veel vezels in. Kaas, oh, en 2 gekookte eieren. En dan kom ik op totaal van 400 en, nou wordt scherp, 456 calorieën voor mijn ontbijt. Vetten prima, koolhydraten ook prima, eiwitten ook prima. En zo hebben we alles. Oh wacht, Nick, dan wil ik even die Beyond Burger laten zien. Oh, alles valt. Nou, ze hebben ze eindelijk hier hoor, bij onze Albert Heijn. Dus ik ga 1 dag even omgooien met avondeten, want deze wil ik vanavond wel even proeven. En we hebben dan deze bolletjes erbij. Waar zijn die bolletjes dan, Nick? Oh, nou, ik laat het thuis wel zien. Is makkelijker dan hier in die Albert Heijn. Jezus, wat een weer, zeg. Alleen maar regen, regen en nogmaals is regen. We hebben net boodschappen gegaan. We zijn nog steeds niet naar de praxis gegaan. Maar ja, we hebben wel andere dingen gedaan. Ik heb een nieuwe... Ja, nieuwe. Ik heb een Fitbit gekocht. En een nieuwe Braille. Een Fitbit. Een Fitbit heb ik gekocht. Dus die ga ik zo even uitpakken. En nu gaan we naar huis, want het is 1 uur bijna. En ik moet lunchen aan. Lunchtijd. Heb je je ogen dicht? Oké, wacht even. Kom maar naar mij toe lopen. Ja, maar ik kan dat niet met mijn ogen dicht. Nee, mijn ogen open. Ik heb hem achter mijn rug. Oké, wat is er? Stoppen. Ogen dicht? Ja, ogen dicht.
Goed dicht, goed dicht. Handen opsteken, mijn ogen dicht houden. Ogen open? Kijk maar. Wat? Ze hadden die, eindelijk. Wat? Yes! En ik had deze broodjes met 33% groente. Het zijn wel hamburgerbroodjes. Okay. Wat zit er in deze mediamarktas? Ik heb een Fitbit gekocht. Wat is dat nou weer? Dat is een horloge. En die houdt alles bij, mijn hartslag. En als heeft Chef Stevie ook? Heeft Chef Stevie die ook? Ja. Ik vond hem wel heel erg handig. Hij kan ook op mijn app gekoppeld worden, dus daar ben ik wel blij mee. Oké, dit is mijn lunch. Ik heb een banaan en één broodje met 15 gram pindakaas. Omdat ik vanavond ook een hamburger wil eten, doe ik nu even wat lichter. En dan vanavond ga ik lekker hamburger eten. Dus vandaar nu even een klein banaantje en een broodje met pindakaas. Banaan! En een tosti. Ja, een tosti. Dus ik moest even schuiven en wat dingen schrappen. Maar ja, dat is ook wel fijn van de voedingsschema. Je kan gewoon dingetjes eruit halen als je dat zelf wil. Maar dan kom je wel minder in je calorieën natuurlijk. Kijk, ik heb mijn banaantje even meegenomen, want we moeten nu alweer chasen. Dus ik heb één broodje gehad en één banaan als lunch. Het is best wel weinig, maar ja, ik wil vanavond die hamburger eten, dus ik moet een beetje ruimte vrijmaken. Dus ik heb wat dingen geskipt. En het is ook al best wel laat, het is al 2 uur, dus... Oh, ik heb het zo koud, het is zo koud. En ik heb mijn nieuwe Fitbit om. Yay! Yay, echt super cool. Yippie-yay, man. Yippie-yay, bedoel ik. Eindelijk aangekomen bij de praxis. Heb jij je eten al op? Kom. Weer regen. Ik word zo gek van het weer hier. We hebben alles. En ik heb weer een plant gekocht. Ja, het zal niet. Mick zegt altijd, nog even en dan lijkt het bij ons thuis op een jungle. Maar ik hou van planten. Ja, we gaan alleen binnen 3 dagen dood bij. Nee, niet allemaal. Deze zo, was zoveel hou je er dan. Nee, niet allemaal hoor. Meanwhile. Huh? Heel mooi. Maar het is nu 3 uur en ik zit nog steeds eigenlijk vol. Mijn neus. Kijk, want voor middageten heb ik 231. En mijn ontbijt was ook wel heftig, 456. En als ik naar avondeten ga, ik heb ook echt alles erop gedaan wat erop kan. En dit snel toevoegen is een broodje, die zat er niet in. Dat groentebroodje. Ik heb wel bloemkool erbij en tomaat, weet je. Dus ik heb ook wel lekker groentes erbij. En een groentebroodje. Zoals ik net ook al zei, ik heb nu nog niet echt heel erg honger. Dus ik ga nu niet geforceerd eten of zo. Ik vind het zo stoer, die Fitbit. Ik heb hem net gekoppeld dus met mijn fitnessbol. Super handig. Voor als je ook sport en zo. En er zit ook een timer op, hè. I love it. Ook gewoon mijn tussendoortjes zoals op de voedingsschema staat dat ik moet doen. Mijn tussendoortjes. Dan kom ik precies goed uit. Ik had het echt koud, dus ik heb mijn trui aangetrokken. Maar het is nu 3 uur en ik ga nu thee drinken. Met sojasaus. Sojamelk en kava. 101. Ik heb in ieder geval 100 gram druiven. Dit is echt mijn all-time favorite snack. Even kijken. Hier, druiven. 57 calorieën. De 93 calorieën voor tussendoor nu. Yes, tijd voor mijn snackje. Ik zie helemaal niet goed zo. Het is zo donker. Het is nu 4:30 en ik ga nu beginnen met koken. Ik heb hier 3 uien die ga ik klein snijden. En ik heb de bloemkool op staan. En voor de rest had ik nog spinazie. Dus ik denk dat ik nog wat spinazie laat slinken om ook op mijn hamburger te doen. Zodat het echt heel veel groentes worden. Ik ben even aan het zingen op de achtergrond. Ik ga de uitjes bakken. De uitjes bak ik in water. De spinazie bak ik ook in water. Dat scheelt weer om olie dan bij te doen. En dat scheelt weer in calorieën. Alle veggies staan op. Spinazie. En mijn uitjes hier. Kijk, zoals je hieronder ziet heb ik wat water. En dan slinkt het vanzelf een beetje. Ik doe er verder ook geen zout of iets bij. Ik laat het gewoon zo. Die burger is al best wel heftig. Dan komen de smaken allemaal tot z'n recht.
Oké, dit is hem geworden. Hier heb ik mijn hamburger met komkommer, sla, uien, spinazie, tomaat, de burger en mijn broodje, groentebroodje. En hier heb ik mijn bloemkool met kruiden eroverheen. Echt super lekker. En dit is dan mijn eten voor vanavond. Ik hoop dat ik hem überhaupt dicht krijg, het broodje, want hij is echt niet normaal groot. Kijk nou. Kijk, ik heb een deze. Jij hebt ook een stukje. En ik heb een deze. Jij hebt deze, ja. En Mems eet altijd zonder brood. Oh, hij past niet. Wacht. Het heeft echt een lekkere barbecue smaak. Nou, ik ga lekker eten. Zo, het is echt zo raar weer. Nu schijnt de zon weer ineens, out of the blue. Maar ik wilde nog even iets vertellen. Ik kreeg een berichtje onder mijn video die me eigenlijk best wel raakte. En ook geen haat naar diegene door, echt alleen maar liefde. Diegene voelt mijn eetpatroon storend. En ik wil toch nog even zeggen, ook al zeg ik dat in bijna iedere video. Ik hou van mezelf als ik dik ben en ook als ik dun ben. Dat maakt niet uit. Ik vind mezelf sowieso mooi. Dat klinkt heel arrogant, maar dat is echt zo. Ik hou echt van mezelf. Oprecht. Dus ik zou het ook nooit aanraden om te gaan afvallen als je jezelf lelijk vindt. En dat je dan denkt als je dunner wordt, dat je dan knapper wordt. Want knap ben je al. Daar hoef je niet voor te diëten. Dat hoeft helemaal niet. Waarom ik ben gaan diëten, omdat ik een doel heb. Omdat ik strakker wilde worden. Ik wilde weer fitter worden. Ik had heel lang niet meer gesport. En ja, ik voelde gewoon, ja, ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En ik miste gewoon het sporten. En dat is ook mede door mijn paniekaanvallen vanwege mijn hart. Diegene die mijn video willen zien, zou ik hem even daar ergens linken. Dus ja, daarom heb ik heel lang niet durven sporten. Ik was gewoon echt bang wanneer mijn hartslag hoger ging, dat ik dan weer in paniek zou schieten en alles. Dus ik heb heel lang niet gesport en ik heb heel lang dat niet gedaan. Dus ja, het is best wel een pijnlijk moment, zeg maar. En eindelijk durf ik weer te sporten. Dus ik ging weer sporten. En toen dacht ik, nee, ik wil nu ook weer wat fitter worden en wat strakker worden. Maar dat is niet omdat ik niet van mezelf hou. Want ik hou van mezelf ook als ik dik ben. En ook als ik dun ben. En ook als ik weet ik veel wat allemaal heb. Ik vind dat iedere vrouw dat moet doen, van zichzelf houden. Want jij bent uniek. Jij bent vrouw. Je bent mooi. Je bent gewoon prachtig. Met make-up, zonder make-up. I don't care, weet je. Kijk in de spiegel en zeg je tegen jezelf, ik hou van mezelf. Dat is echt de boodschap die ik iedere keer voorbij wil laten komen. Ik zie het meer gewoon, ik heb een traject. Ik neem mensen mee in mijn traject. En inderdaad, in die 8 weken, ik heb het verlengd met 2 weken. Dus 8, 9, 10. 10 weken heb ik er echt voor gekozen om op mijn eten te letten. Alleen op zaterdag had ik een cheat meal. En that's it. Dus ook geen koekjes en ook geen dingetjes. Helemaal niks. Volgende plan is juist om mijn beeld te laten groeien. Maar ja, ik moest eerst mijn vetpercentage heel laag krijgen. En dat krijg je alleen maar door diëten en alleen maar door minder calorieën te eten. Helaas, ik hou er ook niet van. Maar het is nou eenmaal zo. Ik hou ook van zoete dingen en ik hou ook van lekkernijen. En ik wil ook lekker chips eten en weet ik veel allemaal wat. Ja, dat heb ik dus nu gedaan. Hij is nu laag op zoals ik hem wil hebben. Dus nu is het tijd om te gaan groeien in mijn spieren. Dus dat betekent dat ik veel meer ga eten. Ik ga nu dadelijk naar de 16, dan ga ik naar de 2, dan ga ik naar de 2200. En dan ga ik, het eind is 2400 calorieën per dag. Dus dat is gewoon 400 calorieën meer dan dat ik eigenlijk als vrouw zou mogen hebben. Puur en alleen om mijn beeld te laten groeien. Dus echt een grotere beeld te krijgen. Waarom? Want ik vind dat mooi. Ik hou van vrouwelijke ronding. Ik hou van volle borsten. Ik hou van groot kom. Het is maar net waar je jezelf goed bij voelt. Ja, ik hoop niet dat jullie het zorgelijk vinden in ieder geval. Ik weet dat ik op één bericht niet zo helemaal paniek moet schieten. Maar het is, ik vind eten over het algemeen is best wel een gevoelig onderwerp. Vooral diëten en dat soort dingen. Het kan er heel gauw verkeerd overkomen. En je probeert het altijd zo goed mogelijk te doen. Maar ja, doen waar jij je gelukkig bij voelt en waar je happy van wordt. En echt oprecht happy. Je moet niet gaan, althans ik zou niet gaan diëten omdat ik mezelf lelijk vind. Want dan begin ik al met een hele negatieve setting. Of een hele negatieve mindset. En dat ontwikkelt zich dan in mijn mening alleen maar tot nog meer negativiteit. Want dan ga je continu boos op jezelf zijn als het niet lukt. En het is lastig, want je hebt natuurlijk sowieso wel, ook als je een doel hebt, als het niet lukt, dat je dan boos wordt. Maar ik wil niet, ja, hoe zeg ik dit nou weer goed? Ik ben zo slecht in dingen verwoorden, echt, dat het goed eruit komt.
dat ik heel erg juist van het positieve ben. En dat ik juist ben van dat je van jezelf moet houden. Want iedere vrouw is anders. Iedere lichaam is anders. Vergelijk jezelf alsjeblieft niet met andere vrouwen. Want jij bent uniek. En die uniekheden maken jou dus echt super fucking mooi. Oké? Dus niet dat soort dingen. Niet boos worden op jezelf als dingen niet lukken. Niet jezelf neerzetten als, oh nee, jou lukt ook niks. En dat je de gedachten de overhand laat nemen in je hoofd. En dat moet je niet doen. Wees gelukkig, wees blij met hoe je eruit ziet. Vanaf nu al. Vanaf nu. En kijk in de spiegel en rock gewoon jouw beauty. Jouw natural beauty. Dat is echt mijn message voor vandaag. En nu heb ik mijn thee met mijn reepje. Die ik nu ga eten. En dan ga ik nog even tv kijken. Hoe heet het nou? Ex on the Beach aan het binge-watchen. Dus dat ga ik nu ook doen. Even vrije avond. Ik wilde eigenlijk gaan editen. Maar ik dacht, ik ben al de hele tijd bezig met werk, werk, werk. Ik ga vanavond lekker ontspannen. En ik ga Ex on the Beach kijken. Lekker. Dus dit was ook alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door daar of daar te klikken. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een weekvlog. En het is mijn laatste week vandaag. Dus dinsdag gaan jullie ook horen wat ik daarna ga doen, wat mijn plannen zijn, wat ik ga eten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Of mijn e-book is ook binnenkort klaar. Mijn website heb ik bijna af, dus ik ben zo blij, eindelijk. Ik heb heel veel tijd en energie erin gestoken, dat willen jullie niet weten. Ja, dus dat eigenlijk. En dan zeg ik, heb een hele fijne dag en onthoud, hou van jezelf en zeg het ook tegen jezelf. Lots of love en slaap lekker. Hou van jullie en een hele dikke knuffel. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.